Hoi allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Welkom in mijn tweede vlog. Deze keer neem ik jullie mee naar de Uithof voor een kijkje achter de schermen bij een personeelsfeestje met de ski- en snowboardcollega's. De volgende vooruitgang van de meisjes die vorige keer zijn begonnen met skiën en we beginnen met onderhoud van skis. Maar eerst ga ik de prinses van dit huis verzorgen. Really? Die gaat namelijk elke ochtend voor alles. De prinses heet Libby en ziet er zo uit. One eternity later. Bruh. Wat ik in deze vlog ook ga laten zien is het onderhoud van skis. En dan hoor ik dat zelf doe. Om te beginnen ga ik de ski even vrijmaken van alle dingetjes die er op en aan zitten. Binding haal ik er helemaal af. Dat is één. Zo, de ski is nu vrij van obstakels, zal ik maar zeggen. Je kunt wel aan zien dat hij aan onderhoud toe is. Nu ben ik natuurlijk wel oud, maar ik vind het ook nog wel leuk om heel snel naar beneden te kunnen glijden. Blijf glijden! Bruh. En om dat nou te gaan bereiken, ga ik de staalkanten ten opzichte van het belag een halve graad af laten lopen. Want staal houdt namelijk tegen in sneeuw en belag niet. Wat ik ook gezien heb, dat is dat ik zo ver op de staalkanten sta en dat hij het belag een beetje omhoog duwt. Dus dat moet ik nog even voorzichtig wegveilen. En dat ga ik eens even doen. Hoi allemaal. Vlogopa gaat weer naar Den Haag. Maar deze keer niet voor de skibaan. Ik ga voor een personeelsactiviteitje. En wat dat is, dat zien we later. Tot zo.
Dan gaan we nu kijken bij de vorderingen van de meisjes op de skibaan. Kleindochter van Jen was deze keer ook meegegaan en heeft geassisteerd bij het verlaten van de sleeplift. En na een uurtje kwamen ze dan als volgt weer naar beneden. Dank je voor het kijken naar mijn vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en als je het leuk vond, abonneer dan op mijn kanaal. En niet vergeten, blijven glijden! Bruh.